Zo'n mooi bootje hoor. Oh. Dankjewel. Helemaal strak van de Red Bull. Te snel varen, geen dodemanskoord of zonder benzine reddeloos dobberen in een gevaarlijk gebied. Je hebt geen benzine meer! In Handhavers varen we deze week mee met de mobiele verkeersleiders Ron en Daan. Zij controleren vandaag op het IJ bij Amsterdam. Van ons hele gebied is dit eigenlijk het drukste stukje. Dit is een heel enerverend stukje vaarwater. Hier komt de beroepsvaart samen met de recreatievaart. En ja, die kruisen elkaar. Ja, en dat levert soms wel gevaarlijke situaties op. En helemaal in de maand mei, wanneer het voorseizoen nog maar net is begonnen en veel schippers duidelijk nog moeten wennen aan de regels op het water. Maar de recht van die beroepsvaart af, zie je dat? Volgens uitvoer eigenlijk gelijk een snelle motorboot. Nou ja, midden in het vaarwater. Recht op een binnenvaart cruiseschip af. Ja, en die kunnen niet zomaar uitwijken. Ron wil de man aanspreken op zijn gevaarlijke vaargedrag, maar ziet dan al snel dat deze schipper meerdere overtredingen heeft begaan. Ik zie ook dat jij je dodemanskoord niet om hebt. Ja. Ik zie ook dat je staat te sturen zonder een redvest. Dat heb ik daarin zitten. En ik zie ook dat je mid-vaarwaters recht op die beroepsvaart aanvaart. Ja, ik ga onderweg. En daarnaast had hij zijn vaarbewijs ook niet bij zich. Ja, en dan, dat alles bij elkaar maakt wel dat het gehele beeld natuurlijk niet netjes was. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, het leek alsof meneer het wel een klein beetje overdreven vond. Maar ja, alle gedragingen bij elkaar maakt de gevaarstelling op het water wel groot. Voor het niet dragen van het dodemanskoord krijgt deze schipper uiteindelijk een boete van €260. Voor de andere overtredingen houden Ron en Daan het gelukkig voor hem bij een waarschuwing. De boetebedrag is €260, €9 administratiekosten. Dodemanskoord dient ervoor als de schipper overboord valt, dat de boot afslaat en niet als een ongeleid projectiel andere mensen kan aanvaren of er gewoon vandoor schiet. Maar als de mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat doorgaan met de controle, blijkt al snel dat er meerdere schippers vandaag moeite hebben met de juiste vaarrichting. Ook dit bootje bij het Centraal Station gaat tegen het verkeer in. Eigenlijk is dat, kun je dat wel noemen als spookvaren. Het is echt tegen de richting invaren. Schipper, wat is de bestemming? Wij waren eigenlijk daar de gracht op. Oh, dat is niet de bedoeling dat u hier al aan de verkeerde zijde van het vaarwater vaart. Nee, echt niet. Nee, zeker hier niet. Meneer zei dat het voor een klein stukje was, maar ja, dat kleine stukje is wel ruim 1,5 kilometer. Dus ja, zo klein is dat dan ook niet meer. Omdat de man verder geen andere overtredingen heeft begaan, houden Ron en Daan het deze keer bij een waarschuwing. Mag ik nooit meer doen. Nee, want je aangeeft van ik doe het vaker op deze manier. Het is niet handig. Ook als je de hoek om de gracht in gaat, de rondvaartschepen die daar naar buiten komen, die verwachten jou ook niet. Wel komt de overtreding in het systeem te staan. Dus mocht deze schipper nog een keer voor de kortste route gaan, kan hij zeker een boete verwachten. Het werkterrein van Ron en Daan heeft zich verplaatst naar het vaargebied vlakbij de Oranjesluizen. Hier is het water een stuk breder en is de verleiding dus groot om het gas er even flink op te gooien. Oh, mondingkanaal. Ah, sneller. Ja, we zagen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal een snelle motorboot tegemoetkomen. Die duidelijk harder voer als de toegestaande 18 km/u. Ja, die gaat veel te hard. Nou, die maar staande. Te snel varen is net als op de weg natuurlijk levensgevaarlijk. Ook Ron en Daan weten daar helaas alles van. Vorig jaar hebben we op het Buitenei een snelle motorboot gehad. Die tegen een brugpijler aangevaren is. Ja, daar zijn ook een paar zwaar gewonden bij gevallen. En in de week daarna ook een ongeval met de waterscooter waar helaas iemand bij overleden is. Dus ja, we zien wel dat bij varen op hoge snelheid de nodige risico's wel hoog zijn. Staatssturing en redvest. Het volgende, als jullie het Amsterdam-Rijnkanaal uitkomen, ja. Bent u bekend met de snelheid op het Amsterdam-Rijnkanaal? Ja, nou ja. De snelheid is 18 km/u. U ging aanzienlijk harder. Snelheid schatten we ongeveer op 40 km/u in. Ja, en tijdens de staande houding bleek dat hij zijn dodemanskoord niet om had. Hij stond te sturen zonder een reddingsvest. Hij had zijn documenten niet bij zich. Ja, eigenlijk was er bijna niks op orde. U krijgt een bekeuring voor de snelheid in de laagste categorie en een bekeuring voor het dodemanskoord. De rest laten we bij een waarschuwing. Dodemanskoord vanwege de gevaarzetting in combinatie met de snelheid vind ik wel... Ja, het is gewoon niet op orde. Houd rustig. Oké, hey, tot ziens. Fijn weekend. De twee boetes voor deze nonchalante heren lijkt het meest bijzondere voorval van de dag te worden. Maar dan ziet Daan ineens in de verte een bootje reddeloos dobberen. En dit is exact de doelgroep waar we voor zijn, hè? Ja, ik zag hem stilvallen en ik zag dat de beweging eruit ging. Oh, dat zijn die twee jongens nog. Dit is echt de gevaarlijkste plek op dit stukje water waar je ongeveer stil kunt vallen. Het was midden voor de grote sluis. Hier komen de grote schepen naar buiten, de tankers, de passagiersschepen. Echt een grote jongen. Dag heren. Je hebt geen benzine meer. Oei. Ai, ai, ai. Ja, kan gebeuren. Hè? Dit soort kaarsen komen vooral aan het begin van het seizoen tegen, omdat mensen dan beginnen met varen, niet ervaren zijn. Waar gaan jullie even ergens heen brengen waar je benzine kan halen? Ja, nee, ja graag. Anders kan ik naar Brabant doen. Ja, nou, in ieder geval brengen jullie even naar een veilige plek. Het is wel een mooi bootje hoor. Oh. Helemaal strak van de Red Bull. Ja. Alleen Red Bull, ja. Nou ja. Die hadden voldoende energie van de Red Bull, maar die waren wel even vergeten om wat brandstof in het bootje ook te gieten. Maar gelukkig waren deze keer Ron en Daan in de buurt om deze beginnende schipper uit de brand te helpen en naar een veilige plek te loodsen. Hou hem even vast, anders ben je zo weg. Daar kan hij dan rustig op zoek gaan naar wat nieuwe energie voor zijn bootje. Dit kan je voorkomen door goed voorbereid het water op te gaan. Kijk van tevoren waar je naartoe gaat. Download de nodige vaarkaart-apps op je telefoon. Ja, kijk wat je tegenkomt, welke sluizen kom ik tegen en neem uiteraard altijd een reservekannetje benzine mee. Dankjewel. Jongens, de groeten. Doei doei.